Ja, dank u wel. Ja, ik begin veel te laat. Dat ligt niet aan mij. Ik had het heel ruim genomen. Ik had gezegd, ik ben om 3 uur aanwezig. Ik ben om 3:50 ben ik uit Utrecht weggegaan. Ik was ruim op tijd binnen de gemeente Ede. Een van de grootste gemeentes van Nederland overigens. Wat ze kennelijk naar het hoofd is gestegen. Waardoor ze namelijk vanaf de inrit een totale chaos hebben georganiseerd. Je ziet dat vaak bij van die snel groeiende dorpen. Dat ze tenslotte van doodsnood geen raad meer weten. Ik bevind mij in een voormalig kazernegebouw. Ik weet niet welke kazerne dit is, maar ik heb wel begrepen, ze hebben allemaal oranje namen natuurlijk, omdat we vooral het oranje verdedigen. En nu begrijp ik waarom dit ook onbereikbaar is. Als de Koude Oorlog in een warme oorlog zou zijn veranderd en de Russen hadden ons aangevallen, dan weet ik zeker dat ze die kazernes nooit hadden kunnen vinden. Absoluut niet. Ze hadden waarschijnlijk jaren moeten zoeken en dan waren ondertussen de Amerikanen gekomen en dan was alles goed afgelopen. Want het is echt een kunststukje. Ik moet het over het onderwijs hebben en vanzelfsprekend niet over de problemen die ik gehad heb om hier te komen. Al moet ik zeggen dat je wel gestudeerd moet hebben om hier te komen. Dus dat in die zin heb je wel een hele solide basis nodig om... Dat is in toenemende mate in Nederland een probleem, zoals u weet. Dat ook wel voor betrekkelijk eenvoudige handelingen die onze overheid betreffen, zowel de nationale als de lagere overheden, nietwaar, moet je toch wel minimaal gestudeerd hebben op hoog niveau. Want anders begrijp je er geen kloot van. Daar komt het op neer. Ik had mij voorgenomen om te beginnen met een anekdote, als het tenminste een anekdote is. Ik heb namelijk meerdere lessen gegeven op de lagere school van mijn kleinkinderen. En dat was een enorme ervaring, anders kan ik het niet zeggen. Ik zal de wezenlijke punten nalopen. Maar de allereerste schok was dat ik dat lokaal binnenliep waar ik die les ging geven. Ja, ik moet u zeggen, de les ging over hoe werkt de televisie. En daar moet je heel diep over nadenken voordat je dat helder uit kunt leggen aan kinderen tussen de... Ik geloof dat ze tussen de 9 en de 11 waren of zo. Of 9 en 10, iets in die geest in ieder geval. Ik vergeet altijd hoe die groepen van tegenwoordig in elkaar zitten. Dus u moet me daar niet lastig mee vallen. Het was een of andere groep in ieder geval. Vroeger had je klassen, maar nu zijn het groepen geworden. En ik loop die klas binnen, ik denk, wat gek, zouden ze 2 klassen samengevoegd hebben? Dus er zaten toch minstens 30 kinderen in die klas. De hele klas was gevuld tot ver achterin met allemaal hele lieve, brave kindertjes. En ik zei dus, hebben jullie 2 groepen samengevoegd? Nee, helemaal niet, dat was, alle klassen waren zo groot. Ik geloof dat in deze klas zaten 33 kinderen. En dan moet ik u zeggen, ik viel van verbazing, niet van mijn stoel af, want daar zat ik nog niet op. En ik blijf graag staan als ik spreek. Dus ik zei, hoe zit dat dan? Ja, dat was heel normaal. Dat was overal, had je zulke grote klassen in Nederland. En ik zei, nou, dat is wel heel vreemd, want toen ik op de lagere school zat, ik ben naar de lagere school gegaan in het jaar 1950, dat is nogal een tijd geleden, was Nederland een betrekkelijk arm land. Het was een hele arme boel. Als het 's winters koud werd, deed je de schuifdeuren dicht, omdat die ging niet de voorkamer en de achterkamer samen verwarmen. Daar hadden we geen geld voor. Dus dat gebeurde niet. Ja, we hadden bovendien een Duitse kachel. Ik weet niet of het daar aan lag, maar denk het niet. Ja. En toen begreep ik dus dat sinds 1950, we zitten nu, ik zeg het u even, voor het geval dat u het niet meegerekend heeft in 2020, dit was ook in 2019 of zo, dus we zijn meer ruim een halve eeuw verder. Nederland is bij een beetje berekening 7 tot 8 maal zo rijk geworden als het was in 1950. En onze klassengrootte op de lagere school is niet veranderd. Nou ja, u begrijpt toch wel dat ik stom verbaasd was en ook dat ik me dat nooit gerealiseerd had, dat wij het niet de moeite waard hebben gevonden om een deel van die immense welvaart, die u weet, wij verknallen aan dure auto's op de grote weg en buitenlandse vakanties en ik weet allemaal niet wat voor fijne dingen, dat we niet een deel van dat geld gebruikt hebben om de klassen te verkleinen. Niet waar, want dat zou het onderwijs aanzienlijk effectiever kunnen maken, neem ik aan. Ik had namelijk net,
gehoord van iemand die had een soort onderwijsreis gemaakt naar Schotland en Noorwegen. En nou ben ik de precieze getallen vergeten, maar ik meen dat in Noorwegen de klassen onder de 20 personen per klas zaten. U moet weten dat we ook nog een wet hebben gehad een paar jaar geleden voor passend onderwijs. Het idee van die wet was dat kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, dat die toch in gewone klassen zouden moeten zitten. Wat een geweldig idee. Weer precies in overeenstemming, moet ik u zeggen, met de gigantische leugencampagnes van de afgelopen 15 jaar in Nederland. Namelijk dat enorme bezuinigingen, liefst van honderden miljoenen, dat die eigenlijk alleen maar waren om het de mensen nog veel makkelijker te maken. Omdat mensen veel liever zelfredzaam zijn, hebben we toen de WMO gedecentraliseerd, minus 200 miljoen euro. Een geweldig idee, een fantastisch idee, dat is de participatiewet. We hebben bijvoorbeeld de sociale werkplaats, althans de instroom, die hebben we stilgezet. Want die mensen zouden ook gewone betrekkingen moeten hebben. Wat een geweldig idee en wat medemenselijk zijn onze kabinetten toch geweest in de afgelopen 10 jaar. Het is onbeschrijfelijk en dan te denken, dames en heren, dat de hoofdaanstichter van deze ellende, Mark Rutte, dat hij met een gigantische verkiezingsoverwinning gaat strijken. Dat kwelt toch je hart wel een klein beetje. Stem, als u iets wil doen, stem oppositioneel. Ik zeg niet wat en u weet ook wel wat u niet moet stemmen. Maar dat u op een of andere manier u steunt. Als u op het zittende kabinet stemt, nou ja, D66 kunt u eventueel overwegen. Maar dan stemt u niet op onderwijs. Want er is aan het onderwijs al decennia veel te weinig gedaan. En dat altijd met hetzelfde rotsmoesje dat het eigenlijk heel goed is wat ze gaan doen, die reorganisatie. Maar al die reorganisaties hebben maar één doel, namelijk weer een paar honderd miljoen uit de begroting te snijden. Ik wil nou niet zeuren, ik heb vandaag mijn vaccinatieafspraak gemaakt, ik had mezelf voorgenomen er niets over te zeggen. Maar u weet, dat is in Nederland een drama geworden, om de eenvoudige reden dat er al 20 jaar dik bezuinigd is op de GGD. Idem dito. Waarschijnlijk ook omdat we toch zelfredzaam zijn, allemaal niks aan de hand. Maar zo is het onderwijs dus in feite ook behandeld. Je kunt aan een onderwijzeres die 33 kindertjes in de klas heeft niet vragen of ze ook nog een paar kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden erbij wil hebben. Maar dat is wel het idee van die passend onderwijswet, die dan ook, u begrijpt het al, zoals zoveel van deze wetgeving, een enorm fiasco is geworden. Dat zeggen ze niet, omdat Slob eigenlijk überhaupt nooit zegt dat er dingen niet deugen, maar het is een fiasco geworden. Heel veel van die arme kinderen zitten thuis, die kunnen geen kant meer op. Het idee was om op het bijzonder onderwijs te bezuinigen, hè. Kun je ook lekker nog enkele tientallen, misschien wel 100 miljoen vinden. Wat een fijn ideetje. Goed, die klas, daar zaten dus 33 kinderen in. En dan moet u weten, dit is een keurige school in Overveen. Of all places. Het heet ook de Koningin Wilhelmina School. Ik moet u zeggen, en ik hoop niet dat de school zelf het ook hoort. Dat was ook zo eigenaardig. In die hele school werkt één man, dat is de amanuensis. Al het andere personeel, onderwijzend personeel, bestond uit vrouwen van gevarieerde leeftijden. Daar heb ik op zichzelf helemaal niets tegen. Ik heb veel betere herinneringen. Ik zal over mijn eigen lagere school nog zo te spreken komen. We hebben per slotverrekening alle tijd van de wereld. Dan zie ik hier dat Marielle van Lennep geen geluid heeft. Maar goed, ik hoop dat dat probleem is opgelost ondertussen. Ik moet zeggen, ik vond het moeilijk. Ik keer weer terug naar die klas. Maar nee, ik vond dat gebouw een beetje. Het gebouw dateert van voor de oorlog en dat is goed te zien. En ook de wc-faciliteiten en zo, dat is allemaal toch op het niveau van een jeugdherberg. Als u daar ooit lang geleden mee te maken heeft gehad, dan weet u. Ik wil niet zeggen studentenhuis, dat is meestal nog veel erger. Dan zie je de ratten gewoon rondlopen, maar dit was toch ook. Het is niet. Het gaat er mij om, ook daar is kennelijk toch net precies te weinig geld voor om zo'n gebouw tip-top te onderhouden. Wat het natuurlijk eigenlijk verdient.
ik hoor natuurlijk tot de wonderbare generatie die daar een spiksplinter in verscholen is geweest. Omdat er direct na de Tweede Wereldoorlog op vrij grote schaal nieuwe scholen zijn gebouwd. Dus je kunt ook geluk hebben. Maar dan moet je wel oud zijn langzamerhand. Ja, dus ik ben mijn les aan de gang. En ik moet zeggen, het viel mij moeilijk om orde te houden. Want die kinderen die vliegen werkelijk alle kanten op. Dus ik was dolblij dat de juf ook in de klas was blijven zitten. Het was trouwens een heel interessante juf. Want ik hoorde van de kinderen dat ze elke week een andere kleur haar had. Wat de kinderen buitengewoon amuseerde. Dus de ene week kwam ze met roze haar, dat was toen ik er was. En de volgende week had ze groen haar en nou ja, van allerlei mogelijkheden. Ik heb het zelf ook overwogen deze richting te zoeken als docent. Maar misschien toch niet zo geslaagd. En dat grijs, dat staat ook wel aardig toch. Ik vond het ook lastig, dat moet ik er natuurlijk bij zeggen. Ik heb mijn hele leven onderwijs gegeven. Maar ik heb mijn hele leven onderwijs gegeven aan studenten. Nou zijn dat ook vaak niet de snuggerste, moet ik u eerlijk bekennen. Ja, misschien moet ik daar straks nog iets over zeggen. Maar laten we eerst toch bij die lagere school blijven. Je hebt toch het gevoel dat het allemaal op een... Nou ja, op een goedkoopje moet, daar komt het eigenlijk op neer. Dat de verschraling in die sector al, weet ik veel, misschien, ik weet niet wanneer het begonnen is, in de jaren 70 of zo. Ik heb geen flauw idee, ik heb er nooit onderzoek naar gedaan. Maar dat is wel de indruk die je een beetje krijgt. En ik vind dat zeer betreurenswaardig, want blijkbaar Noorwegen, nou is Noorwegen wel wat rijker per hoofd van de bevolking dan wij zijn, maar significant is dat niet. Maar bijvoorbeeld Schotland is dat helemaal niet. En in al deze plaatsen ligt de klassengrootte lager dan in Nederland. Waarom is daar niet veel meer werk van gemaakt? En nu begreep ik, er gaat een enorme hoeveelheid extra geld naar het onderwijs, maar... Dat vertrouw ik, moet u zeggen, voor geen cent. Daar zullen toch alle betrokkenen en alle organisaties die zich met onderwijs bezighouden er heel scherp op moeten letten dat dat geld maar naar één enkele plek gaat, namelijk naar docenten. Het moet naar docenten gaan. Dat is ook een probleem in alle onderwijsinstellingen in Nederland. U heeft geen idee wat voor ingewikkelde tussenlagen er ondertussen georganiseerd zijn. Als je dat vergelijkt met de jaren 50 toen ik op school zat. Ja, het is heel merkwaardig. Ook toen moesten er allerlei dingen georganiseerd worden. De leraren rookten nog, de onderwijzers rookten nog. Dus er moesten sigaretten gehaald worden. De schoolmelk bestond nog. Bestaat dat nog, de schoolmelk of niet? De schoolmelk bestond nog, dus dat moest georganiseerd worden. Daar hadden die onderwijzers geen zin in. Dus u begrijpt, wie deed al die dingen, dat deed ik. Om de eenvoudige reden dat ik vlot kon leren en meestal al wel met de stof klaar was. Ik zal niet zeggen dat ik daar organiseren van heb geleerd, want daar was ik niet goed in. Maar dit was heel simpel en het was goed te doen. Dus al die mensen die dat nu zouden moeten doen tegen een fors inkomen, die... Dat was toen niet nodig, want je zei, hè, Jantje, Pietje, ga jij eens even dit of dat doen. Goh, sigaret is een op, ga eens even een pakje sigaret halen. Dat vond je de normaalste zaak van de wereld. Hè. Sterker nog, je was trots dat je het mocht doen. Nog sterker, het was een hele eer als je het bord schoon mocht maken. Nou, dat was wat zeg. Hè. Met een natte spons en zo. Ik geloof dat ze tegenwoordig allemaal elektronische borden hebben. Daar is natuurlijk ook niks meer aan eigenlijk. Ja, dat is ons onderwijs wat in allerlei opzichten dus onderkomen is. Ik heb eigenlijk weinig kijk op het middelbaar onderwijs, omdat ik dus alleen bij mijn kleinkinderen in dit lager onderwijs iets heb gedaan. Mij viel toch ook op dat bij alle emancipatie eigenlijk toch de jongetjes die daar zaten voortdurend om aandacht zaten te schreeuwen en lawaai maakten en ik weet al niet wat en... Daar zaten ook meisjes in die klas en een enkeling die was ook vrij, hoe moet je dat zeggen, monter. Of die durfde wel een vraagje aan de deskundige te stellen, wat ik ineens geworden was natuurlijk. Maar er zaten ook hele lieve verlegen meisjes in de klas. En ik had eigenlijk de grootste moeite om daar een soort contact mee te leggen. Want daar zaten die jongetjes meteen weer tussendoor te tetteren. Dat je denkt, zouden die jongetjes nou nog vervelender zijn geworden dan ze waren toen ik nog een jongetje was? U begrijpt dat ik een enorm rustig jongetje was. En
dat ik er nooit doorheen zat, de 30, en dat was helemaal nergens voor nodig. Maar ja, ik dacht, het leek mij toch lastig om dit op de juiste manier, laten we zeggen, aan te pakken, zodanig dat bij 33 van die kinderen iedereen daar een redelijke dosis persoonlijke aandacht zou kunnen krijgen. Ik moet u zeggen dat ik aan mijn hele onderwijsperiode eigenlijk een bar slechte herinneringen heb. Dat heeft lang niet iedereen. Mijn vrouw bijvoorbeeld, die globaal dezelfde route heeft gevolgd, vond het allemaal geweldig leuk. Dat vond ik helemaal niet. Maar ik heb enorm goede herinneringen aan twee docenten. En dat was de juf die ik had in de eerste en de tweede klas van de lagere school. Je kreeg 2 jaar dezelfde juf en dan kreeg je een ander. Daarna heb ik alleen nog maar meneren gehad. Die vooral mij zeer sympathiek benaderden, omdat ze wisten dat wij thuis boeken lazen die zij eigenlijk niet durfden te kopen of uit de bibliotheek te lenen. Dus dan vroegen ze mij of ik niet via mijn vader Helle Haase Vrouw en Vriend aan hen zou willen uitlenen. Niet dat ik er toen iets van gelezen heb, dat spreekt voor zich. Ik heb later eens gelezen, het is volstrekt onleesbaar. Maar ik vond het wel amusant, niet waar, dat het gerucht al op school was dat wij boeken lazen die je eigenlijk niet zou mogen lezen in een zo fatsoenlijk oord als Wageningen was. Maar daardoor kreeg je wel een beetje een uitzonderingsbehandeling. Ja, juffrouw Versteeg, ik heb zij zo lang dood volgens mij, maar ik noem haar naam met opzet, want het was het klassieke voorbeeld wat je met een goede onderwijzeres, wat een zegen dat is voor een verlegen, beetje stil jongetje zoals ik, die graag las. Ik hield niet van voetballen. Ja, u zult thuis zeggen, hoe is het gods mogelijk dat een man niet van voetballen houdt? Mijn hele familie, die als ze altijd iets missen, is het wel een bal. Als je een groepje mannen in het park ziet, hebben ze altijd een bal waar ze dan tegenaan gaan schoppen en zo. Nou, ik heb daar nooit iets in gezien, in een bal, eerlijk gezegd. Om over te struikelen misschien. Tot mijn ontzetting zijn mijn kleinkinderen ook gaan voetballen. Dus daar zie je aan dat ook genetisch heb ik volledig de boot gemist in de familie. En bevind ik mij op een buitenspoor wat ik zou me niet verbazen als er een tijd komt dat je gearresteerd wordt omdat je niet van voetballen houdt. Dat zoiets, dan ben je zo diep gezonken eigenlijk als man. Ja, sterker nog, mijn kleindochter vertelde me net dat ze ook me vroegen, wat wil je voor je verjaardag? Toen zei ze een bal. Zij ging ook voetballen. Ja, dat is toch ook wat. Heeft ze al meerdere van dit soort van gedwongen hobby's afgewerkt, maar goed. Ja, juffrouw Versteeg. En daar heb ik ontzettend veel aan gehad. Mijn start op die lagere school, die was buitengewoon. Ik moet daar nog iets heel raars bij vertellen. Waar je mensen eigenlijk zelden over hoort, terwijl het een principe is wat op tal van terreinen enorme invloed heeft op het latere leven van personen. Ik ben namelijk, zoals dat heet, laatjarig of verkeerdjarig, zoals het vroeger heette. Ik ben namelijk van 24 oktober. Mijn beste vriend, Frank van Wijk, die wil ik ook wel even noemen, is van 11 oktober. Wij waren allebei dus, wij konden niet meer naar de meest voor de hand liggende klas, want dat werd rücksichtloos, gebruik niet voor niks Duitse woorden, afgesloten op 30 september. Ja. Ze zat bij mij bijvoorbeeld in de klas, een meisje die was jarig op 30 september. Dus die was een jaar jonger dan ik was toen ik naar de lagere school ging. En dat veel ouders die begonnen dan, ja, kan die niet, vooral als je een beetje vlot kunt leren, kan die niet beter een klasje overslaan. Want dat is toch hartstikke handig en je verdient er een heel jaar mee, dat is toch heel wat. Terwijl dat, ik ben nu 77 en een jaar meer of minder, dat is niet zo vreselijk belangrijk. Uit onderzoek blijkt, ik zeg het vooral voor die ouders die alles gepolst hebben, zou onze Jan of onze Mieke, zou die niet een klasje over kunnen slaan, want ze zit zich maar de takken te vervelen in die klasse, dus huppakee. Doe het niet. Het is, blijkt uit alle onderzoek, er is een hele aardige dissertatie over geschreven, uit alle onderzoek blijkt dat die kinderen die dus moeten wachten, en zeker als het een beetje slome duikelaars zijn, zoals ik bijvoorbeeld, of mijn vriend Frank, is ook een slome duikelaar, dat trekt elkaar aan. Is het een zegen als je een jaar later begint? Want op die leeftijd, als u er even over nadenkt, zult u begrijpen dat een jaar ontwikkeling, dat een enorme sprong kan veroorzaken.
Dus ik ben altijd de beste van de klas geweest. Ja, niet toen ik op de middelbare school kwam, want toen kwam mijn vriend Frank, die werd toen de beste van de klas, maar dat was ook al iemand die dus te laat naar school was gegaan. Ik weet, moet ik u eerlijk bekennen, niet of dat tegenwoordig ook weer nog zo'n strenge grens is. Of dat ze nu ook, als je in januari bent geboren, dat je dan ook wel mag, of is dat niet zo? Het is nog steeds een strenge grens. Laat hem bestaan. Het is een zegen voor allen die op 2 oktober zijn geboren en daarna. Want je wint een jaar, je verliest schijnbaar een jaar. Maar geestelijk en in allerlei andere opzichten win je een jaar. Ik kan het warm aanbevelen. Gaat u niet zeiken bij de schoolleiding dat Mieke een jaar over moet slaan. Laat Mieke rustig haar gang gaan. Onder 1 voorwaarde. Want dat is toch wel een zaak van gewicht. En dat is dat we natuurlijk ontzettend veel horen over kinderen die moeite hebben met leren. Die niet zo goed mee kunnen komen en zo. En er moet extra aandacht aan besteed worden. Denkt u aan die passend onderwijswetgeving. Dat is heel begrijpelijk. En ik ben daar een 100% voorstander van. Mits zeker ook de klassengrootte aanzienlijk wordt gereduceerd. Maar we moeten ook wel een beetje denken aan die kindertjes die wel goed kunnen leren. Sterker nog, je hebt kindertjes, en ik geef u toe, ze kunnen vaak niet voetballen of hebben er heel weinig zin in, maar je hebt kindertjes die leren leuk vinden. Het is een wonderbare zaak. En zeker in Nederland is het niet populair, want wij hebben een heel eigenaardig onderwijssysteem. Ik dreig nu af te dwalen, maar ik ga het toch wel even doen en ik kom zo op mijn thematiek weer terug. Want we hebben in Nederland een anticompetitief onderwijssysteem. Ja, het klinkt gek, maar vooral aan de universiteiten is die ontwikkeling heel sterk. En het was bij ons op het gymnasium ook al wel een beetje zo. Dus je kwam naar school en je liep dan zoals je moet lopen als puber. Niet waar, alsof het leven eigenlijk al zo'n beetje afgelopen is. Met zo'n verschrikkelijk pukkeltje had je toen om je verslonsde schoolboeken in te doen. En dan hoorde je tegen elkaar zeggen, nou ja, had je repetitie. Ik heb er niks aan gedaan. Ik hoor het nog, mijn klasgenoot zal op dit geval geen namen noemen. Ik hoor het hem nog zeggen, ik heb er niks aan gedaan. En dan was natuurlijk de mop dat hij er wel degelijk iets aan gedaan had, dat begrijpt u wel. En dat hij het hartstikke goed maakte, want dan kon je zeggen, ik had een 9, maar ik had er totaal niets aan gedaan. En dat was bij studenten ook heel sterk. Ik zal een voorbeeld geven wat betreft mijn eigen dochter. Dan ziet u aan ook dat het graag iets willen leren of het goed willen doen of hoge cijfers willen halen ook niet genetisch bepaald is. Want mijn dochter kwam thuis, ze had een tentamen gedaan. Ik was natuurlijk nieuwsgierig en ik zei, wat had je ervoor? Nou, ik had een 6. Ik zei, nou, ja, ze studeerde politicologie. Dus als je daar onder de 8 scoort, dat betekent dat je er echt niks van terechtgebracht hebt. Ja, laat ik daar geen flauwe dingen over zeggen verder. Ik zei, wat is een 6? Wat is dat nou? Ja, je moet al minimaal een 8 halen. Ja, zei ze, ik had een 6, maar ik had de helft van de boeken niet gelezen. Zie, hè? Wat een prestatie. Je hebt de helft van de boeken niet gelezen en toch een 6. Nou, voor mij onbegrijpelijk. Hè? Dat je die andere 3 klote boeken er niet even bij hebt gelezen, dat is voor mij een raadselachtige zaak. Ook, ik weet niet hoeveel mensen hier zitten te kijken die nog kinderen hebben die op de middelbare school zitten. Of eventueel zelfs al studeren. Leg ze uit dat ik heb gezegd, een bekende autoriteit, dat het werkelijk de moeite waard is om betrekkelijk hoge cijfers te halen. Wie behoorlijk doorwerkt en een normaal IQ heeft, kan betrekkelijk hoge cijfers halen in het Nederlandse onderwijssysteem. En waar u ook zit, of het nou op het gymnasium is of weet ik veel waar. Ja, ik moet natuurlijk niet steeds dat gymnasium noemen, maar goed, HAVO kan waarschijnlijk ook. Of u bent op een HBO-opleiding, uw kinderen zijn daar of ze studeren. Laat ze een klein beetje hun best doen. Laat ze niet aan die wonderlijke non-competitie deelnemen. Elke Nederlandse hoogleraar die ik ooit heb gesproken, die in Amerika gedoseerd heeft, zal vertellen, dat is een competitief systeem, hè, op het onaangename af. Dus daar is men echt bezig. We zouden dat ook in Nederland, zouden we veel meer moeten stimuleren dat er een beetje competitie is. Dat moet niet zo georganiseerd worden dat bij het teruggeven van de repetitie de docent begint met de 3 en de 4 eerst voor te lezen en vervolgens een beetje
ja, te kijken ook met zo'n blik van, ja, jullie horen je helemaal niet, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Maar iets meer competitie, iets een zekere afwijking van die wonderlijke norm, ik heb er niks aan gedaan. Dat zou in Nederland lang niet zo gek zijn. En als je het doet, neem mij nou, ik ben een goed voorbeeld, ik heb altijd goed mijn best gedaan. Ik dacht al, als ik er toch zit, kan ik het beter mee doen. Hè? En nou sta ik hier, ik ben 77, niet waar? Vrijwel een hele generatie zit thuis en kijkt naar, hoe heet het, Lekker Doorbakken, of hoe heet dat programma? Vooral, je hebt allemaal van die programma's voor bejaarden, zal ik maar zeggen. Hè? Hoe heet dat nou, Boer zoekt vrouw en, nou ja, zo'n kookprogramma in ieder geval. En ik niet. Ik sta hier een lezing te houden. Ik weet niet wat u ervan vindt. Misschien bent u al lang uitgeschakeld. Ik heb geen flauw idee. Maar ik ben 77. Ik geef toe, ik heb moeite gehad om een Ede de weg te vinden. Dat, al ben ik ervan overtuigd dat ook Einstein, die zou waarschijnlijk blijvend verdwaald zijn in Ede. Dat zou me niet verbazen. Hadden we nooit gehoord van een relativiteitstheorie, jammer genoeg. Maar ik ben 77, sta hier de lezing te houden die heel redelijk betaald wordt, kan ik verzekeren. En hoe komt dat nou zo? Omdat ik altijd binnen grenzen, ik ben helemaal geen fanatieke persoon, redelijk mijn best heb gedaan. Kortom, probeer ook op de lagere school de kindertjes die wat meer willen, die het wel leuk vinden om te leren, om die te stimuleren. En dan verwijs ik weer naar juffrouw Versteeg, die ook leuke boeken aanbeval, die wel samen met mij las, waar we het niet over gehad hebben. Ik heb geen idee, maar het was in allerlei opzichten een unieke ervaring. En ik moet nog een docent noemen, dat was, het zal u niet verbazen, mijn geschiedenisdocent aan de middelbare school, meneer De Jong. Gek genoeg geen historicus. Hij was meester in de rechten. Waarom die daar nou geschiedenisles gaf, Joost mag het weten. Hij was altijd heel zwierig gekleed, een driedelig pak met een vest en zo. En had ook een soort van motorische stijl over zich. Een geweldige leraar, ik kan niet anders zeggen. Ik had een 10 voor geschiedenis op mijn rapport in de eerste klas. Daar was ik al zo apentrots op, maar daar zie je aan. Waarom had ik die? Omdat hij mij zodanig had gestimuleerd dat het allemaal even fascinerend was. Toen ik in het British Museum was en daar die rommel bekeek die ze hebben opgegraven in het zuiden van Irak. Dat is ook zoiets vreemds, dames en heren. Dat Irak, het zuiden van Irak, niet waar, tegenwoordig een chaotisch en gewelddadig en onbeschrijfelijk ellendig gebied, wat voornamelijk uit een enorme hoeveelheid zand bestaat, niet waar, dat toen, 3000 jaar voor Christus, niet waar, het centrum was van de innovatieve beschaving. Wat je ook te denken geeft, hè. Je hebt dat ook wel een beetje, sorry dat ik weer afdwaal, in Engeland. En bij Tyneside bijvoorbeeld, alles is kapot en oud en niet onderhouden. Maar Tyneside, niet waar, daar was de allereerste belangrijke technologie van de industriële revolutie, heeft zich daar ontwikkeld. Waardoor je altijd je afvraagt, dat is maar 300 jaar geleden. Hoe zou het met Nederland zijn over 300 jaar? Zouden we dan ook zo'n onderkomen boel zijn? En dat die Chinezen zeggen, ja, het is lollig voor een vakantietripje, maar het is treurig zoals het erbij ligt. Hè? De Chinezen gaan nu trouwens allemaal een giethoorn. Maar ik moet niet afdwalen. Mijn hele thematiek hier was dus, ook de intelligente kinderen die goed kunnen leren, verdienen een beetje extra aandacht. Want die gaan zich al heel snel zitten vervelen bij het laten we zeggen, het modale tempo. En ik bepleit helemaal niet dat ze naar speciale scholen gaan of zo. Integendeel, hè, zo goed als die kinderen van de die wat minder mee kunnen komen, ook, daar is het ook leuk voor dat ze naar een normale school kunnen. Maar ook voor de intelligente kinderen, niet waar, bepleit ik niet een extra onderwijsspoor of zo, nee. Maar besteed wel enige aandacht aan ze. Vraag eens of ze wat lezen, laat ze eens wat schrijven, enzovoort. Ja. Daarmee kom ik eigenlijk aan de middelbare school. Daar heb ik eigenlijk afgezien van die meneer De Jong heel weinig over te zeggen. Behalve dit. En dat heb ik eigenlijk ook wel over de lagere school te zeggen. Ik heb wel de lagere school van mijn kinderen bezocht in de tijd. Ja, u ziet hoe ijverig ik ben. Lagere school van mijn kleinkinderen, van mijn kinderen. Ik ben jarenlang heb ik in een oudercommissie gezeten.
U zult zeggen, waarom in godsnaam? Omdat mijn ouders geen enkele belangstelling ooit hebben getoond voor mijn schoolaanwezigheid. Nul. Ja, u ziet, dit klinkt een beetje bitter en dat is ook een beetje bitter bedoeld. Hè? Dat is ook heel gek, ook ouders. Ik spreek de ouders aan nu. Als uw kinderen goed kunnen leren en regelmatig hoge cijfers halen, zeg er iets over. Leuk dat je dat hebt, fijn. En hoor, nog hogere cijfers dan de buurjongen, helemaal van, nou, hè. Zeg er iets over. Maar om het volledig als vanzelfsprekend te beschouwen, dat is voor kinderen ook niet fijn. Die worden ook graag een beetje geprezen. En dan niet van dat ze niet kunnen voetballen, hou daar meteen over op. Als ze niet op die verschrikkelijke sporten willen, dwing ze niet om dat te doen. Mag ik u dat beleefd vragen? Als ze niet op hockey willen, hoeven ze ook niet op hockey. Als ze niet op ballet willen, hoeven ze ook niet op ballet. Ze komen zelf wel met iets wat ze wel leuk vinden. Of misschien wel helemaal niks. Ze willen thuis op hun kamertje zitten lezen. Het zijn autisten in de dop. Daar moet je ook begrip voor hebben, bij wijze van spreken. Ja, hoe kwam ik nou op dit thema? Dat we iets aan die intelligente kinderen... Ja, dat is de kwestie van mijn lagere school, van mijn kinderen. Als je daar dan eens wel eens binnenliep of naar binnen keek als je ze op ging halen. Het was wel de werkplaats kindergemeenschap van Boeken in Bilthoven, moet ik erbij zeggen. Ik mag dat natuurlijk allemaal niet zeggen en ik moet dit binnenskamers houden, dat begrijpt u wel. Beetje lastig met deze apparatuur hier, maar... Ja, dat was een school waar veel beloofd werd en weinig gegeven. En u weet, dat doet de gek in vreugde leven. En daarmee kom ik op een terrein wat mij zeer lief is. En wat misschien wat u niet horen wil. Ik weet ook niet of de beperkte aanwezigen dat graag willen horen, ja of nee. Maar ik ga het toch allemaal zeggen. Ik vond die situatie bij mijn kinderen in de klas vond ik rommelig. Ik heb er geen andere woorden voor. Ik dacht, hoe kun je hier nou iets leren als die kinderen voortdurend door elkaar lopen en met van z'n vier aan zo'n karreetje zitten en allemaal andere flauwekul. Ik zwijg nog van het kringgesprek. Hè. Want daar ging sowieso elke ochtend zaten ze een uur te lullen in het kringgesprek. Wat de gekste resultaten had. Mijn dochter kwam, die zal een jaar of 7, 8 zijn geweest. Die kwam thuis en zei op nogal gebiedende toon tegen ons: wanneer gaan jullie eigenlijk scheiden? Wij zeiden, dat zijn we voorlopig helemaal niet van plan. Trouwens, ik kan bij deze mededelen dat het er nooit van gekomen is. Dus ik ben nu met dik 50 jaar getrouwd. Maar hoe kwam dat zo? Omdat ze in het kringgesprek bleken, eigenlijk alle kringgesprekken bleken eigenlijk te gaan over het probleem dat al die ouders op die leeftijd, 40, rond de 40, aan het scheiden waren. Dus dat kringgesprek, zou ik zeggen, verschaf dat ook maar af. Of althans, beperk het tot een kwartiertje. Wie heeft er nog een rood bosje gezien? Oh, wat leuk. Nou, gaan we het even over hebben dan. Maar verder geen gelul over echtscheiding en relatieproblematiek en zo. Onthouden die kinderen toch. Hè? Dat is ook heel vervelend in die jeugdlectuur van tegenwoordig. Dat gaat niet meer over kabouters en allerlei andere voorraar volk. Het gaat niet meer over Niels Holgersson, maar altijd over gescheiden ouders en mensen uit de verschillende gendercategorieën. Spaar die kinderen tot ze volwassen zijn, dan kunnen ze eventueel zich verdiepen in deze ongelooflijk belangrijke problematiek, maar die kringgesprekken, no way, wat mij betreft. En dan kom ik op mijn lievelingspunt, namelijk de klassieke onderwijssituatie. Want het wonderlijke is natuurlijk dat goede docenten zijn bijna altijd betrekkelijk strenge docenten. Dat zijn geen docenten die iedereen kan laat doen en laten waar hij zelf zin in heeft. En ik denk dat het onderwijs op het punt van discipline in de klas, in het bijzonder wel in klassen met 33 kindertjes, waar ook dat enorm lieve, doodverlegen meisje links achterin, ik zie dat nog zitten, niet waar, ook een kans moet hebben, dat kan alleen als er discipline is. Als er iemand is, eventueel met roze haar, die jongetjes in toom houdt. Hè? Ja, ik begon ook ineens iets te begrijpen van dat ADHD-problematiek. Vroeger bestond dat niet. Ja, dat is iets heel geks, dames en heren. Daar zou ik een heel aparte lezing van moeten houden. Zogenaamde nieuwe kwalen. Dingen die er vroeger helemaal niet waren. Autisme. Ik weet nog dat er voor het eerst een stuk over autisme in de krant stond. Het autisme spectrum. En mijn kat zei tegen mevrouw, moet je kijken, dat is interessant. Dat is iets heel nieuws, autisme.
Dus zij leest dat stuk. Zij zei, jij bent ook een autist. Ik denk, nou, misschien toch niet zo geslaagd allemaal. Ik zat wel een beetje, ik zat niet in het centrum van het spectrum, maar het was toch wel, ik had een paar hele uitgesproken autistische trekjes. Gelukkig maar. Heb ik later begrepen, ja. En zo heb je ADHD, zodat ze die arme kinderen vol pompen met Ritaline. Wilt u daar ook mee ophouden? Mocht u nog kinderen hebben en mochten die... Dit zijn klachten die niet gemedicaliseerd moeten worden. Feit is gewoon dat mannen gedurende een betrekkelijk lang deel van hun leven onmogelijk zijn. En daar moeten we ook wel een beetje rekening mee houden. De meeste knappen wel op. Globaal na hun 30ste is mijn indruk. Maar daarvoor zijn ze vaak onmogelijk. Gaat u maar in de auto zitten en kijkt u wat u op de weg overkomt. En wanneer u denkt, wat is dit voor een losgeslagen gek, dat zijn altijd jonge mannen. Nou, een enkele maal tegenwoordig tot je ontzaglijke verbijstering is de emancipatie zo ver gevorderd dat een hooggeblondeerde vrouw met zo'n zonnebril in het haar geschoven, niet waar, ook wanneer de zon helemaal niet schijnt, niet waar je voorbij komt knallen in zo'n Range Rover. En ook heel raar rijdt. Dan denk je, nou, moeten we blij zijn met de emancipatie? Nee. Want dat is een punt wat ik helemaal vergeten heb te vermelden. Maar wat zeer vermeldenswaard is, omdat het in allerlei opzichten een internationaal probleem is. Het is in Amerika nog veel erger dan het bij ons is. Het is in alle studierichtingen een gigantisch probleem. En dat is het verschil tussen vrouwen en mannen. Tussen meisjes en jongens. Want ik zei u al, jongens, dat is een lastig genre. Wanneer beginnen ze vervelend te worden? Nou ja, in de vroege puberteit, dat is zo tegenwoordig 12, 13 schat ik, 14 misschien. En dat duurt wel tot 30. Denk aan mijn broer, die alles heeft gedaan wat God verboden heeft. En de hele familie had ze er eindeloos veel zorgen over gemaakt. Hij wordt 30, hij heeft 4 jaar in een fabriek gewerkt en... Tot onze stomme verwondering meldt hij dat hij gaat studeren. En ik kan u bij deze mededelen, hij is er nog in geslaagd om op de valreep professor te worden. Zo zie je maar, hij dat ook. Dus ik zeg ook altijd tegen mensen, willen uw kinderen niet deugen, wacht tot ze 30 zijn. Als ze dan nog niet deugen, dan moet u breken met ze. Dan is de toestand hopeloos, dan is het niet meer reparabel, zou ik maar zeggen. Maar tot de 30 is er altijd hoop. Kan ik bij deze bellen op grond van een weinig statistisch interessant onderzoek, maar toch, het gaat om één persoon. En die is helemaal bijgedraaid. Hij is zo bijgedraaid dat hij tegenwoordig was tegen mij zegt, ja, jij bent helemaal niet serieus. Jij bent geen echte archiefonderzoeker, zegt hij dan, bestraffend tegen mij, wat hij wel geworden is. Ja, zo zie je maar weer. Dus ik kom terug op mijn punt en naar mijn idee is dat... Oh nee, ik moet eerst nog dat andere punt van de meisjes en de jongens behandelen. Iedereen die docent is geweest, zeker aan de universiteit, ik ken niemand die daar gedoseerd heeft, die niet dezelfde ervaring heeft, is dat er een hemelsbreed verschil is tussen jongens en meisjes. Wat zich eigenlijk afvertaalt in het feit dat achter al deze bedraden toestellen, niet waar, daar zitten 3 mannen en daar zit geen meisje bij. De emancipatie is in deze sector, omdat meisjes ook denken iets met een draadje en een schakelaartje, dat is niet voor mij bestemd, dat is ze wijsgemaakt, want dat is gewoon onzin. Maar zo werkt de wereld ongeveer. Meisjes die doen het overal in het onderwijs, lager onderwijs weet ik niet precies, daar ken ik geen cijfers van. Maar in het hoger onderwijs doen meisjes het allemaal beter. En niet zomaar een beetje beter, maar zeer significant beter. In de zin dat ze met veel meer succes studeren. En dat er veel meer jongens blijvend uitvallen. Nou ja, misschien dat ze dan na hun 30ste weer bijtrekken, dat weet ik niet. Maar meisjes zijn namelijk gezagsgetrouw. Als meisjes zeggen, de scriptie is volgende week zaterdag klaar, ik kom hem bij u door de bus gooien, dan weet je zeker dat het gebeurt. Als een jongen tegen je zegt, de scriptie is zaterdag klaar, dan denk je, ja, dat zal best wel, maar daar komt niks van terecht. Dat klopt. En als die al bezorgd wordt, dan missen er 3 bladzijden. Is het grotendeels onleesbaar omdat er een kop koffie overheen gegooid is. Er zit vol met ezelsoor. Nou ja, het is net als bij tentamens. Je hebt jongens tentamen, meisjes tentamens, allemaal keurig
beetje rondgehouden letters. Waarom ze met groene inkt schrijven soms, dat zou ik niet weten. En er zitten hier twee dames bij. Heeft u ook al met groene inkt geschreven of niet? Nee, nooit. Had u vriendinnen die met groene inkt schreven? Ja, zie je, het is zo'n merkwaardig verschijnsel. Ik heb daar nooit een wetenschappelijk verantwoorde verklaring voor gelezen. Maar goed, dus ze schrijven volkomen leesbaar. En dan moet je een tentamen van een jongen zien. Met allemaal strepen er doorheen en pijlen van Napoleon hier, en dan rechts naar beneden, zie om mijn zijde, daar is niets te vinden. Beetje net de Telegraaf, zie pagina 27, die blijkt niet te bestaan. Ja, zodanig dat je bij jongens vaak de boel op zijn kop moet houden. Denk je, oh, nou begrijp ik waar het over gaat. Hè? Jongens denken ook altijd, weet je wat, ik schrijf gewoon alles op wat ik weet. Ja, het is misschien geen antwoord op de vraag, maar het is net, hoe schiet je een haas dood? He, dat is met scattershot, hoe heet dat nou? Met van die, wat? Hagel, een schot hagel. Veel jongens tentamens zijn een schot hagel. He? Ja, god, als er maar ergens Napoleon in voorkomt, zal het wel goed zijn, toch? He? Met als gevolg, ja, dat ze het in het algemeen heel slecht doen. Ze houden zich niet aan de regels, ze houden zich niet aan hun beloftes. Ze zijn altijd van alles en nog wat vergeten. Je zet een boekenplankje neer bij een werkcollege. Je zegt, jongens, die boeken worden niet uitgeleend. Je moet in de bibliotheek, altijd ruimte zat. Moet je even kijken hoe het voor de volgende week geregeld is. En u begrijpt, er is altijd wel een jongen die een boek toch mee naar huis neemt en na enige tijd blijkt dat hij het niet meer vinden kan thuis, wat hij ermee gedaan heeft. Maar Joost weten, maar of hij is ermee gaan kamperen en heeft het achtergelaten in Nepal, God mag het weten. Want ze zijn ook altijd op weg naar verre bestemmingen. Nu niet, neem ik aan. Ja, hoe komt dit? Waar danken we dit wonderlijke verschijnsel aan? Ik kan u zeggen dat het echt veel mensen zorgen baart. Ik begreep zelfs dat in Amsterdam, en tot op zekere hoogte herken ik daar ook een deel van de familieproblematiek, is het zo dat je zoveel meer hoogopgeleide vrouwen hebt in Amsterdam, dat ze grote moeite hebben om hoogopgeleide mannen te vinden. Dan zult u zeggen, ja, maar dat is toch tegenwoordig democratisch. Waarom zou een hoogopgeleide vrouw niet met een randebiel kunnen trouwen? Dat is daar is niks tegen, toch? Ik zou het niet aanbevelen. Ik zou het gewoon niet aanbevelen. Zorg dat u een heel klein beetje, dat u in ieder geval iemand neemt die gealfabetiseerd is. Ik spreek me nu even uit tegen academisch gevormde vrouwen. U moet het verschil ook weer niet op te laten lopen. Dat klinkt wel lollig, maar het is gewoon niet verschrikkelijk verstandig. Ja. Hoe dit probleem moet worden aangepakt is mij niet helemaal duidelijk. Want dit is kennelijk iets wat heel diep zit in, ik heb al moeite met te zeggen, de mannelijke psyche. Want dan is er niks aan te doen. Dan zit je met die mannen tussen 14 en 30. Dat zijn dan die zogenaamde testosteronbommen. Dus wat je er ook aan doet, je kunt ze met de dood bedreigen. Maar dat vinden ze alleen maar interessant en spannend. Dus dat, hè. Of is het iets wat toch met door middel van emancipatie kan worden opgelost? En dan zijn er twee mogelijkheden natuurlijk. Denkt u even na. Namelijk de-emancipatie van de vrouwen in de zin dat ze zich gaan gedragen zoals mannen zich gedragen. Dat is mogelijkheid 1. In de Range Rover wellicht. Hè. Al zitten daar natuurlijk ook vrouwen in die zo gek zijn geweest om een man te trouwen die een Range Rover heeft gekocht. Dat is op zichzelf al een signaal. Ik wil helemaal niet kwetsen of discrimineren dat er iets niet in orde is, kan ik u verzekeren. Ja, het is jammer dat ik het zeggen moet, maar het zijn rare auto's. Ze zijn ook door en door onbetrouwbaar, zeg ik er nog even bij voor het gemak. Kijkt u maar zo'n lijstje. Het lijkt heel wat. Heel solide, deftig, status, hoge status. En het zijn door en door onbetrouwbare auto's. Ik weet niet hoe dit probleem opgelost moet worden. Bij mij weet niemand het eigenlijk. In Amerika wordt het versterkt nog door een ander probleem. Ja, ook gekke problemen zijn dit, waar we nooit aan gedacht hebben. Namelijk het ongekende succes in Amerika van Aziatische studenten. Als je dat optelt bij het ongekende succes van vrouwen in het hoger onderwijs, dan begrijpt u wel wat moeten we tegenwoordig zeggen, blanke, witte studenten van de mannelijke kunne, dat die een beetje in het verdomhoekje zitten. Of dat aan hen zelf ligt, dat weet ik dus niet precies. Maar ik bepleit om dit probleem althans deels op te lossen, bepleit ik meer discipline.
Want in die klasse waar wij in zaten, ik vergelijk het nu even met die klasse van mijn kinderen die ik bezocht heb, in die klasse waar wij in zaten heerste een ijzeren discipline. Het hele idee dat je gewoon op kon staan om naar de wc te gaan, dat was volkomen ondenkbaar. Als je echt heel verschrikkelijk ontzettend nodig moest, maar er werd toch heel schil naar gekeken, dan kon je vragen, meneer, mag ik alsjeblieft even naar de wc? Nou, als je verdomd snel weer terug bent, hè, want dat kwam er dan nog wel bij. Ja, nou denk aan dat bord schoonmaken. Je zat niet te keten. Ik kan me niet herinneren dat er ooit in een klas geketen is op de lagere school bij ons. Nogmaals, daar heerste discipline. En dan zult u zeggen, die discipline die is gunstig, zowel voor het meisje wat ik steeds voor ogen heb in die klas daar in Overveen. Niet waar dat enorme verlegen meisje wat links achterin zat. Want die kan in een gedisciplineerd gezelschap, kan ze wel aandacht krijgen. En ik denk natuurlijk ook aan die enorm lawaaierige en op de zich op de voorgrond dringende jongetjes, want die moeten zich ook gedragen. Dus naar mijn idee, en waarschijnlijk wist men niet dat ik dit allemaal ging zeggen toen ik uitgenodigd werd, ik heb zeer, zeer traditionele opvattingen over onderwijs. En een van de onderdelen van die zeer traditionele opvatting is, zorg dat er in de klas discipline is. Dat er ook niet allerlei poppenkast is. Er zijn ook veel te veel leerdoelen op die lagere school. De klas laatst kon ook yoga lessen nemen. Dat zou ik onmiddellijk verbieden. Dat is nergens goed voor. Dat is leuk als je later stijf en oud bent geworden. En dan nog vrijwel iedereen die ik ken die aan yoga doet, dat denk je ook van joh. Je kunt je tijd beter gebruiken. Hè? Met je benen in je nek leggen. Waar is dat goed voor trouwens? En hoe vaak denk je nou in het normale leven, nou weet je wat, ik laat echt leggen even mijn benen in mijn nek. Dan voelt toch ontspannen aan. En voor het geval dat er gebeld wordt, dan doe ik het. Nou, ja, dat is punt 1. Dus mijn eerste punt is discipline. En mijn tweede punt is, stel de docent centraal. We hebben een hele tijd gehad, ik denk dat veel mensen het daar weer vergeten zijn, dat juist iemand van de werkplaats kindergemeenschap zou de overheid adviseren over hoe het onderwijs gemoderniseerd zou moeten worden. En ik begreep uit dat verhaal, de docent was eigenlijk iemand die achter in de klas heen en weer ijsbeerde. En die de kinderen alle gelegenheid gaf om, weet ik veel, op het internet te zoeken. En dat is ook zoiets, hè, dat je kinderen moet leren zoeken. Nee, je kunt veel meer de kinderen een hele zwik uit hun kop laten leren. Want pas als je iets weet, kun je iets opzoeken. Ja, het is echt waar. Je moet vrij veel weten om iets efficiënt op te kunnen zoeken. Het hele idee dat je eigenlijk geen zak hoeft te weten als je maar kunt voetballen, niet waar, omdat je alles op het internet vanzelf kunt vinden. Nee, dat is niet zo, want je kunt niks vinden als je er niks van af weet. Ja, Napoleon kun je vinden, maar of je de hele rest van Napoleon ook kunt vinden, dat is eigenlijk nog weer een hele merkwaardige kwestie. Dus de hele kern van mijn advies is simpel. Zorg voor discipline en zet de docent centraal. Dat betekent wel dat als het even mee zit, dat het goede docenten moeten zijn. Niet iedereen is een echte goede geboren docent. Dat is een, ja, de een heeft het talent wel, de ander niet. Er is volgens mij wel veel te leren. Ik heb met ervaring, met kennissen die ik had, die geschiedenis hadden gestudeerd. En dan werden ze leraar in de middelbare school. Nou, het eerste jaar was een drama. Ik bedoel, die kindertjes die zaten maar een beetje te keten. En die hadden allemaal van die lolligheden. Uw gulp staat open. Nou, je kent het wel. En gooiden met propjes of met kleefpasta. Maar ja, het was verschrikkelijk. Maar daar leerden ze vaak zoveel van dat ze bij die eerste school vertrokken en naar een andere school, eerst in Eindhoven, daarna naar Rode School gingen, zodat niemand ooit had gehoord dat ze het niet konden. En omdat ze toch een hoop geleerd hadden, ging het dan vaak op die andere school een stuk beter. Een nuttige tip voor mensen die leraar willen worden, want het valt soms niet mee, kan ik u verzekeren. Zet de docent centraal. Zorg er dan wel voor, nogmaals, dat dit goede docenten zijn. Dus dat mijn aardrijkskunde docent en geschiedenisdocent op de middelbare school, ik ga haar naam noemen, ze is ongetwijfeld, komt ze al zo'n beetje weer terug, juffrouw Admiraal. Wij hadden geschiedenisonderwijs van juffrouw Admiraal, dokter Anders.
Ze had kennelijk een dubbele bevoegdheid. Ze vreemd met de aardrijkskunde leren aan de overkant van de gang. Tenminste, dat beweerden wij, maar goed, of dat waar is, weet ik niet. Maar juffrouw admiraal, bij de behandeling van de 20e eeuw, waar we eindelijk gearriveerd waren, want je weet vaak, schiet het niet erg op in het middelbaar onderwijs. We hadden altijd een aardrijkskundeboek, dat kregen van het schoolfonds, het boekenfonds. En daar kon je aan zien hoe ver buitenweg, dat was de aardrijkskundeleraar, altijd kwam, namelijk Drenthe. Dus gewoon Friesland, Groningen, Drenthe, dat zat er geheid in bij al die leerlingen. En dat er nog 9 andere provincies waren, dat was volkomen onbekend. Het was alleen de noordelijke provincies, waar het vaccineren overigens nu wel vrij vlot gaat. Er woont niemand, dus daar is de boel goed georganiseerd. Sorry voor deze zijstap. Ja, dus je zou wel een systeem moeten ontwikkelen dat juffrouw admiraal op tijd geëlimineerd wordt uit het docentenkoor, of een zodanige bijscholing ontvangt dat zij niet zegt bij de aanvang van de Eerste Wereldoorlog, nietwaar, 1914 zitten we, zoals u weet, juni 1914, dat ze zegt, jongens, we slaan de Eerste Wereldoorlog over, want Nederland is neutraal geweest. Nou ja, wij waren toch toen allemaal aan vrij eigenwijze gymnasiasten. Ja, juf, dat kan toch niet. En neutraal, maar die Eerste Wereldoorlog, dat heeft de wereld veranderd. We waren ook niet gek. Als je praatjes hebt, doe je je boek maar dicht. Nou, dus dan deed het boek dicht. En dan moet ik zeggen dat we die ene jongen die nooit iets leerde, maar die je wel heel makkelijk aan het lachen kon maken door... Ga ik u nou niet onthullen, want voordat u het weet gaat u het overnemen. Zodat hij tenslotte zo verschrikkelijk de slappe lach kreeg dat hij eruit gestuurd werd. Nou, u begrijpt, dat was het absolute hoogtepunt van de les bij juffrouw admiraal. Want ze vertelde toch ver... Oh, dat moet ik er nog bij zeggen. We hadden in de 19e eeuw had ze Marx behandeld. Nou, liever ze het niet behandeld, dat hoefden we niet te weten. Want het was heel simpel, Marx wou aan iedereen hetzelfde geven. Nou, wij begrepen wel. Dat kon natuurlijk helemaal niet. De een heeft een grote auto, de ander heeft een kleine auto. Weer een ander heeft een Range Rover met een geblondeerde vrouw erin. Ja, u ziet, ik zit vol met vooroordelen. Dus we konden het marxisme gerust overslaan. Dat was totaal onbelangrijk. Dus u begrijpt dat we met deze randdebiele docent, academisch gevormd, je had er helemaal niets aan. Het was volkomen nutteloos. En het enige waar ze hartstikke goed in was, was taartjes eten met de meisjes. Dat deed ze wel. Wij mochten nooit mee, maar de meisjes wel. Dus u moet wel zorgen voor kwaliteit als het gaat om de docent. Nou zult u thuis ongetwijfeld zeggen, hoe gaan we dat allemaal doen? Wat gaan we eraan doen om een beetje volgens uw regels het onderwijs te hervormen? Dus dat zijn kleinere klassen, meer discipline. En de centrale figuur in die klas is de docent. Het is dus niet iemand die achter in de klas op en neer ijsbeert en aan zijn bromfiets denkt. En terwijl de kindertjes alles zelfstandig zitten op te zoeken op het internet. Laat ik u er nog even bij zeggen dat dat vergodvergeten gedoe op het internet er vaak toe leidt. Dat als ze eenmaal studeren, dat ze denken, nou, is dat leuk geformuleerd op het internet. Weet je wat, ik knip het er gewoon uit en ik plak het in mijn eigen scriptie. Want ja, dat is tegenwoordig allemaal knip- en plakwerk. En nou ja, dat ze dan vaak denken ook dat je zelf als docent niet in de gaten hebt dat dit meer het denkwerk is van heel iemand anders. Mocht u zelf ook met deze materie worstelen, dan kan ik u nog een tip geven. Je kon altijd zien dat het knip- en plakwerk was, doordat ze verschillende spelfouten maakten in verschillende onderdelen van de scriptie. Dus mocht u dat doen, zorg dan eerst dat er dat in ieder geval dat die door dezelfde spellingscorrector is gelopen. Hoewel dat ook vaak de meest fantastische resultaten heeft. Heeft u wel eens een WhatsApp-berichtje, niet waar, verstuurd voordat u gekeken heeft wat de WhatsApp-instanties er zelf van gemaakt hebben? Dat je denkt van, heb ik dat verstuurd? Dat moet dan van, dat je meteen op moet bellen om te zeggen, ja, dat heb ik helemaal niet zo bedoeld. Dat ik bedoel iets totaal anders. En, nou ja, dat is verschrikkelijk gewoon. Ja, ik weet ook niet precies hoe je dat doet. Dat betekent wel natuurlijk, u voelt dat al aan uw water, dat de docent zo hoog mogelijk geschoold moet zijn. Ik geloof heilig in het idee dat een docent eigenlijk hoger geschoold moet zijn als diegene die hij lesgeeft. Zodat hij ook makkelijk boven de stof staat. Dat moet te regelen zijn. Ik kan u op dit punt natuurlijk, het is een voorbeeld wat u vast al wel eens in de krant heeft gelezen. Waarom scoort Finland geweldig goed als het gaat om de effecten van het lage onderwijs? Dat komt omdat in Finland de onderwijzers, die zijn academisch gevormd.
En de onderwijzers die genieten heel behoorlijke salarissen. Daar hebben we natuurlijk nog helemaal niet over gehad. De onderwijzers aan mijn lagere school waren, dat waren serieus te nemen, deels oudere mannen, leden van de gemeenschap. Vaak nog toen al met een autootje, dat kon er wel van af. Ook de status natuurlijk van de onderwijsgevende in Nederland is geleidelijk aan steeds lager en lager geworden. Zelfs aan de universiteit, want tegenwoordig worden vaak eerste en tweedejaars cursussen gegeven door mensen die via een uitzendbureau komen. Waarom is dat, denk ik, zodat de universiteit geen verplichtingen opbouwt en de betrokkenen na 3 jaar weer kan lozen? He, dat is wel een fijn ideetje natuurlijk. Dan neem je gewoon weer een nieuw ploegje, wat je ook weer na 3 jaar eruit flikkert, zonder dat er enig perspectief is op laten we zeggen, blijvende benoeming. Vaak zitten die dingen muurvast. Ik zou dus ook pleiten, zet de docent centraal, maar zorg ook voor maatschappelijke status. U denkt dat is onzin, want wij zijn toch een democratie en iedereen is toch gelijk in Nederland. Nou, ik moet zeggen, dan leeft u in een wereld van illusies en dan begrijp ik ook niet goed waar u woont, eerlijk gezegd, want dat is dus niet zo. Je moet ook die docenten halen een zekere status. Zeker de docenten aan mijn middelbare school, dat waren mensen met een aanzienlijke status. Ik begrijp dat ik al over de tijd ben, terwijl ik zo lekker bezig ben geleidelijk aan. Van Rossum is nu wel verkeerd gespeld, moet ik zeggen. Dan denk je al meteen dat die mededeling ook flauwekul is. Hè? Wat vindt Pauline van Rossum? Even kijken. Of denkt u dat het mengen van verschillende denk- en leerniveaus juist meer vruchten afwerpt? Ik durf het niet te zeggen, maar al te grote verschillen is, daar heb je niks aan. Bij mij in de klas zat ook Johan Mol, waarschijnlijk ook al lang dood. En Johan Mol moest in wel eens door de leer, door de docent, door de, hoe heet het, onderwijzer in de hoek gezet. En daar deed hij een plas in de hoek. Ik weet niet of je daar veel aan hebt. Johan Mol is tenslotte wel naar het bijzonder lager onderwijs gegaan. Overigens heette het bijzonder lager onderwijs als afkorting BLO. En dat had een enorme negatieve connotatie. En daar moet je ook vaak van dingen die eigenlijk als niet zo goed worden beschouwd, moet je regelmatig de naam veranderen. Want anders krijgt het een negatieve connotatie. Denkt u aan het woord neger? Dat kun je absoluut niet meer gebruiken. Je moet zeggen zwarte Amerikaan. Dat is tegenwoordig ook al iffy. Eigenlijk moet je zeggen African American. Dat moet je zeggen. Gek genoeg, als je zwarte jongens ziet in de Verenigde Staten, zijn ze steeds bezig met elkaar nigger te noemen. Dat is het wonderlijke van de zaak. Maar ja, dus ja, dan moet je toch eerst zwart zijn voor je dat kunt permitteren. Dus hier geldt BLO, dat is dat. Ik weet niet, is dat nog? Is dat voor uw gevoel ook nog in een negatieve connotatie of niet? Oh, kijk, dat was bij ons. Hij moet naar het BLO, dat was vernietigend. Dat was niet best. Ja, vermenging. U weet, dat is een ander punt wat ik helemaal niet behandeld heb. Namelijk waar het selectiemoment moet liggen. En u weet, populair is de opvatting dat het selectiemoment zoveel mogelijk naar boven moet worden opgeschoven. Liefst naar de tweede, derde klas middelbare school. Ik moet u zeggen, tot mijn spijt, puur vanuit volstrekt egocentrisch autisme mijnerzijds, ben ik daar geen voorstander van. Want dan zit je nog 3 jaar met die kinderen die niks begrijpen, nooit een boek lezen en wel ontzettend goed willen en kunnen voetballen. Dus ik was wel erg blij, u gelooft het misschien niet, dat ik naar het gymnasium kon. Namelijk de rector, dat was ook typisch ouderwets, bepaalde of je daarheen mocht, ja of nee. Dan mocht je dus altijd, ook als je randebiel was, mocht je erheen, mis je een kind was van de medische specialisten in Wageningen. En voor de rest mocht je er alleen heen als je hele hoge cijfers in de eerste klas had gehaald. Zodoende was het al betrekkelijk klein. En aan het eind van de tweede klas van het gymnasium werd een moordend selectieproces toegepast. Namelijk iedereen waarvan ze zeker wisten dat hij voor het eindexamen zou slagen, die mocht door. De hele rest werd opgeruimd en kwam in andere schoolvormen terecht. Weet u waarom dat was? Onze school, het gymnasium in Wageningen, concurreerde met het stedelijk gym in Arnhem. En het stedelijk gym in Arnhem was een van de beste scholen van Nederland. Daar zakte vrijwel nooit iemand voor het eindexamen. Dus wij streefden er ook naar, althans de rector, dat er nooit iemand zakte voor het eindexamen. Dat vind ik nou bijvoorbeeld een criterium wat ik weer niet zo interessant vind. Hè? Dit soort van schoolcompetitie. Maar het is wel fijn om. U heeft geen idee voor iemand als ik die geplaagd is op de lagere school.
wat een zegen het was dat je in zo'n hele klas met van die bleke, lezerige jongetjes terechtkwam. Hè? Die je niet meteen op je bek gingen slaan en met sneeuw insmeerden en allemaal andere vervelende dingen deden. Dus ik weet het niet. Ik weet niet wat ik zou... Het zijn dezelfde problemen met tweetalig onderwijs. Mag ik nog heel even iets zeggen? Ja, ik ben tegen tweetalig onderwijs. Dat is echt zonde van de tijd, naar mijn idee. Ik hoorde van mijn oudste kleinzoon, die zit in de tweede klas van het gymnasium, dat is een tweetalig gymnasium, dat hij 30 verschillende gymnastiektermen had moeten leren om in het Engels te kunnen gymnastieken. Ik weet niet hoe nuttig dat is, dat je weet dat het paard de horse heet. Hè? Let's jump over the horse. Daar, ik maakte nog deze geestige opmerking, maar dat begreep natuurlijk weer niemand. Ik ben niet zo voor tweetalig onderwijs. En ik zal u zeggen, kijk, elke student die iets kan, die leert tijdens de academische studie in hoog tempo redelijk Engels, omdat alles in het Engels is en zo. Zelfs tegenwoordig vaak de colleges, maar in ieder geval de leerboeken. En als de betrokkenen zo geniaal is, als dat meisje zo geniaal is, dat iedereen zegt van Jezus, je moet, we vragen een beurs aan voor Harvard of MIT of weet ik, een van die stralende instituten in de Verenigde Staten. Dan kan ik u verzekeren dat de betrokkenen wel zeker zo slim is dat ze binnen een maand vloeiend Engels kan, althans op dat niveau. Daar ben ik van over. Hoef je nog geen roman te kunnen schrijven, maar dan kun je heel goed kun je jezelf redden in het Engels. Ik heb helemaal niet op een tweetalig gymnasium gezeten en ik kan mij prima redden in het Engels. Ik heb een vreselijk accent, maar dat hebben alle Nederlanders. Trouwens, in Amerika heb je tal van mensen die ook een accent hebben, dus meestal denken ze in Amerika dat je uit een ander stuk van het land komt. Dat is heel, heel simpel. Dus tweetaligheid, ja, ik weet het niet. Nou, ja. Ik ben benieuwd of Joke nou geluid heeft gehad. Nou, als ik wat opmerkingen ook bij elkaar combineer. Ja. Je bent nogal tegen draad ten opzichte van de geldende opvattingen. Ja, dus, zeker. Ik ben falikant tegen alle geldende opvattingen. En dat ben ik op eenvoudige redenen dat wij in Nederland in toenemende mate steeds slechter scoren, ook op internationale vergelijkingen. Ja. Ja, want lees een gemiddeld beleidsplan van welke onderwijsinstelling ook. Daar staat de student centraal en niet de docent. Dat is helemaal verkeerd. En alle studenten moeten keuzevrijheid hebben, gepersonaliseerd. Als je de docent centraal stelt, stel je eigenlijk de student centraal. Dat is het eigenlijk. Het lijkt een omweg, maar het is de essentie van goed onderwijs. Dat is het. Ja. Zorg voor discipline, zorg voor goede docenten. He, dan zijn we al een heel eind op weg, denk ik. Waarom scoort Singapore zo geweldig? Of Zuid-Korea? Het zijn natuurlijk vaak wel beta-toetsjes, maar goed. Weet u waarom dat is? Omdat daar in het onderwijs nog een ijzeren discipline heerst. He. En vaak extreem selectief is dat onderwijs. Daar ben ik dan weer niet zo voor. Ik ben wel vrij mild in de selectie. Al is het onderwijs, het spijt me dat ik het zeggen moet, onderwijs is een meritocratisch systeem. Als je goed bent, dan doe je het goed in het onderwijs. Dat wil helemaal niet zeggen dat je later Microsoft kunt beginnen. Al moet ik zeggen dat Bill Gates wel een enorm clever ventje was, kan ik u verzekeren. Maar toch, dat zegt verder niet, maar in ieder geval zegt het dat je goed kunt leren. Hè? Ik heb ook altijd van mezelf gedacht, ik wil mezelf niet in de lucht steken, ik kan geweldig leren, maar ik heb een typisch leerverstand. Hè? Leg mij uit hoe je moet bellen naar de vaccinatie. En ik raak volledig in paniek. Het is nou dat mijn vrouw mij gedwongen heeft met het enige pistool wat we in huis hebben om te bellen. Maar anders had ik het uitgesteld. Ja. Een vraag van een hele andere orde, Maarten. Er is ook nog een vraag gesteld. Hoe kijk jij tegen het lerarentekort aan? Leraren, leraressen tekort? Nou, dat heeft natuurlijk een heel eenvoudige oorzaak. Want het blijkt, als je naar de statistiek kijkt, blijkt dat het aantal mensen wat opgeleid is om onderwijs te geven, ruim voldoende is om die verschillende tekorten die bestaan, om die op te vullen. Maar natuurlijk, ik moet u zeggen, stel voor dat ik natuurkunde had gestudeerd. Hè? Dan ben je toch wel een ongelooflijk huilskuiken als je een leraar op de middelbare school wordt, waar je belazerd betaald wordt, waar je eindeloos moet wachten op een vaste aanstelling. En terwijl je bent toch lekker goed in natuurkunde, dan zijn er heel wat andere mogelijkheden. Hè? Kan ik u verzekeren, want dan ben je waarschijnlijk ook wel een vlotte IT'er, dus huppakee. Dus je moet ook de status en het inkomen van dat er geen onderwijzers te vinden zijn. Ja, dat begrijp ik ook wel. Ja.
Het is, ik wil niet zeggen dat het op bijstandsniveau betaald wordt, maar het wordt slecht betaald. Het is niet meegegroeid met de status die het onder... Sorry, dat is stom van mij. Mensen die de podcast luisteren van Maarten van Rossum, wat echt een aanrader is, daar zit altijd zo'n belmomentje in. Sorry dat ik het vergeet. Nou, dit is precies, dus het is een authentieke beltoon, dat kunnen we zeker van zeggen. Het feit dat een 77-jarige nog gebeld wordt, hè? Zo kun je het ook zien. Maar dus nog even terug naar wat u zei over dat het de leerling centraal... U voelt toch wel aan uw water dat allemaal wezenloos gelul is... waar helemaal niet goed over na is gedacht. Als je ook denkt, die leerdoelen... Ik geloof dat er alleen in het lager onderwijs al 27 leerdoelen zijn. Hou ermee op. Leer, begin met de basisvaardigheden. Lezen, schrijven en rekenen. Zorg dat ze dat kunnen als ze van die school afkomen. Nu begreep ik dat 25% van de leerlingen die de lagere school verlaat... eigenlijk in onvoldoende mate gealfabetiseerd is. Dat is toch diep droevig. Want dan kun je zeker niet een IT-formulier van de overheid invullen. Hè? En, heb je alweer een coach nodig? Ook zowat, hè? Dat je tegenwoordig als je naar de wc gaat, heb je al een coach nodig. Hè? De wc-coach. Ja, je moet wachten tot je aandrang hebt. En dan moet je wel zorgen dat je toch op tijd bij de wc bent. Want dan, ja, het kan helemaal fout. Nou ja, coach. Levenscoach zag ik laatst. Je zult toch een levenscoach hebben. Hè? Je wordt wakker en staat de levenscoach. Het is de bedoeling dat je nu opstaat. Je netjes aankleedt. Oh, je moet nog onder de douche natuurlijk ook zoiets tegenwoordig. Wat een flauwekul. Goed, gaat u gang. Een vraag van een andere orde. Die gaat over groepslessen, hoorcolleges en dat soort activiteiten in het onderwijs. Goed dat het gevraagd is. Ik ben een groot voorstander van hoorcolleges. In de allereerste plaats omdat ik het heerlijk vond om hoorcolleges te geven. Hoe meer, hoe beter. Ik vond het fantastisch werk. Je hebt geen idee hoe leuk dat is. Ik begon altijd van, dames en heren, u bent niet meer leerplichtig. Nou, een enkeling loopt er tussendoor die 17 is, maar dat komt vrijwel niet voor. Dus ze zei altijd, als u er niks aan vindt, als u daar straks denkt na de pauze van ik hoef niet meer terug, absoluut slap gelul, u hoeft niet te komen, helemaal niet nodig. Kom alleen als u het interessant vindt. Nou, dat helpt dan geweldig, want dan moeten ze erg om lachen en dan komen ze toch. En vraag het aan studenten, want je hebt aan meesten al is het universitair onderwijs gesplitst in zogenaamde werkgroepjes. Zitten tegenwoordig ook vaak door docententekort 15, 20 mensen in, zodat dat natuurlijk eigenlijk niet het bedoelde effect heeft. Maar goed, vraag het aan studenten wat ze leuker vinden, hoorcollege of werkgroepjes. Altijd hoorcollege, dat is onveranderlijk. Hoorcollege is, als het goed gegeven wordt... ik zal zo uitleggen wanneer je het goed kunt geven, is een enorm efficiënte manier van informatieoverdracht. Mits ze ook een beetje aantekeningen maken. Daar kan ik ook leuke anekdotes over vertellen. Want je kijkt in de pauze natuurlijk wel eens even wat ze zo voor aantekeningen hebben gemaakt. Ik had een fameus geval. Dus ik kijk even in zo'n schriftje. En daar zie ik staan, ik had het gehad over het interbellum. Daar staat Eerste Wereldoorlog en daaronder staat een enorme pijl naar beneden en daaronder staat Tweede Wereldoorlog. Dan kijk, dat is academisch onderwijs van niveau. Hè. Dat je in ieder geval weet dat de Tweede na de Eerste is gekomen. Dat is al een hele stap vooruit, nietwaar, in de zogenaamde basiskennis. Dus nee, ik ben er erg voor dat de hoorcolleges blijvend worden gegeven. Het is waar, ik kan het niet ontkennen, dat sommige van de collega's een ongelooflijke hekel hebben aan het geven van hoorcolleges. Want dat heeft weinig status in het universitaire leventje. Status heeft het publiceren van Engelstalige artikelen, zal maar steenkolen Engels dat wel, in jurerende vakbladen die niemand leest. Dat is iets wat enorme status heeft. Maar het onderwijs, heel veel hoogleraren, hoe belangrijker ze zijn, hoe meer ze er last van hebben, willen ze graag van het hoorcollege afmaken. Ik ga ook geen namen noemen, er waren er ook bij die hun eigen syllabus voorlazen. Daar moet je natuurlijk niet gek op kijken dat ze na 3 weken zit er niemand meer, behalve de doctoraal assistent. Ja, die moet wel, anders wordt die niet betaald. Maar die studenten blijven gewoon weg. Het moet wel een beetje lollig zijn natuurlijk. Ja. Ik heb nog één vraag en die gaat meer over de internationale context.
Je hebt het al gehad over het competitie-element in het Amerikaanse systeem. Je hebt het ook regelmatig gehad al over dat we beter naar Duitsland moeten kijken. Bijvoorbeeld als grootmacht in Europa. En misschien wel voorbeeld ook. Vanmiddag heb ik het daar natuurlijk niet over. Nee. Vooral omdat in Nederland helemaal niemand meer in de Duitse taal geïnteresseerd is. Nee. Dat is zoiets raars. Weet u dat veel van die universitaire opleidingen in het Duits, dat die op het punt van sluiten staan. Er zijn er bij waar 1 of 2 aanmeldingen per jaar zijn. Ja, ik werd erdoor getriggerd door het begrip ook discipline. Is dat iets wat we Als u discipline direct associeert met Duitsland, dat ligt gevoelig, laat ik het zo zeggen. Dat ligt gevoelig. Ja. Dus dat zou ik nou niet zeggen. Maar wij zijn wel een beetje van het disciplinaire pad afgedwaald, is mijn indruk. En ik vind verder, ze kunnen verder buiten de school doen en laten waar ze zelf zin in hebben. Maar ik zou zeggen, in de school heerst de discipline. Pak ook meteen 's ochtends die telefoontjes af. Hè? Meteen allemaal bij elkaar in een grote zak. Dat heb ik helemaal geen, kan me niet schelen hoe ze bewaard worden. Maar ja, nou, je ziet zelfs dat kleren ding van mij ging ook af. Anders zitten ze er de hele godganse tijd op te kijken. Ja. Ik ging een lezing houden bij school in Twente. Dat is nog een ouderwets soort van leeuwenwereld die daar nog bestaat. En daar heb je zo'n aula en daar was een muurtje in de aula en daar zaten 16 van die pubermeisjes op. En normaal gesproken praten die met elkaar, vroeger praten ze met elkaar, zoals halsbandparkieten. Ja, dat is echt heel eigenaardig, maar het geluid is precies hetzelfde. Hele sociale vogeltjes zijn er. En al deze 16 meisjes, ik heb ze geteld, zaten op hun telefoon te kijken. En zwegen stil. En ik denk, armoe. Dat je nou naar dat stomme TikTok zit te kijken of wat, hoe het mogen heten. Of dat ding waar je een plaatje stuurt wat dan weer verdwijnt. Ik bedoel, het is allemaal van een hopeloos soort van kinderachtigheid. Wat je ook denkt, dit is zelfs voor intelligente leerlingen moet dit debiliserend zijn. Dat je hiermee moet. Hè? Want het is helemaal niet nodig om de hele dag op je telefoon te kijken. Hè? Ik ben ook blij, geven nu heeft even. Want je ziet het ze altijd doen. Even zo kijken van, heb ik nog een berichtje? Leef ik nog? Hè? Zijn er andere mensen die aan mij denken? Besta ik eigenlijk wel? Nou, dat hele, het is een kwellend instrument eigenlijk. Ja. Ja. Ik zei net, ik heb een laatste vraag, maar ik zie hem nu voor de tweede keer voorbij komen. En dat is, wat voor discipline dan? En welk idee zit erachter? Wat moeten we disciplineren? Ja, het is geen kadaverdiscipline. Het is zit in de kazerne, overigens. Dus ja, precies. Ik ben 4 maanden in dienst geweest. Dat weet niemand, maar ik ben 4 maanden in dienst geweest. En ik moet u zeggen, dat is de meest waardeloze, achterlijke, volkomen dysfunctionele organisatie waar ik ooit iets mee te maken heb gehad. En ik kan u verzekeren dat de universiteit is ook niet groot, maar dit is een organisatie die bleek zo volkomen krankjorum te zijn dat je denkt, dit gebeurt er nou als je je eindeloos jarenlang voorbereidt op iets wat niet gebeurt, namelijk oorlog voeren. Ja. En ik heb dit al gerefereerd, niet waar. De Russen hadden dit niet gered hier, dat weet ik zeker. Wat voor discipline. Gewoon zo'n beetje iets minder erg dan het bij ons op de lagere school in de jaren 50 was. Ja, dat schreef ook iemand, er werd hard geslagen. Dat niet, hè? Nee, er wordt niet geslagen. Dat spreekt voor zich. Dat geldt voor thuis ook. Hè? Ouders moeten ook niet slaan, want je slaat altijd aan machteloosheid en zo. Meestal kun je met de meeste kinderen vrij redelijk praten als je dat geoefend hebt, zal ik maar zeggen. Ja. Dus dat bedoel ik helemaal niet, nee. Maar dus wel iets meer dan wat nu te doen gebruikelijk is. Ja. Ja. Dus dat hele idee vrijheid, blijheid en zo, god wat fijn, we gaan samen kleien. Nee. Ik vroeg nog eens aan mijn zoon, wat hebben jullie vandaag gedaan? Ja, je wilt, mijn ouders vroegen nooit wat, dus ik vroeg het altijd. Zegt hij, ik heb een appeltaart gebakken. Ja, hallo. Een appeltaart gebakken, was dat voor flauwekul? Dat bleek het vak huishoudkunde te zijn. Of zoiets dergelijks. U heeft er ook nooit van gehoord? Nee. Oh, iemand hier wel? Bestaat dat nog, huishoudkunde? Ja. Hij had een appeltaart gebakken. Ik moet zeggen, hij kan beter koken dan ik. Ik kan helemaal geen appeltaart bakken, maar heeft u ook niet gevraagd vanmiddag of ik hier met een appeltaart wil komen? Nee.
Nee. Dus daar dacht ik toch wel, ik had toch iets liever gezegd dat ik heb geleerd om vierkantsvergelijkingen op te lossen. Niet dat je daar iets aan hebt, ook geen zak, maar het oefent je hersens wel. Ja. Want we hebben het natuurlijk helemaal niet gehad over het curriculum. Wat moet je wel leren en wat moet je niet leren? Vraagt u mij, leg nog eens even beknopt uit aan de kijkers wat buffermengsels zijn. Een bekend puntje bescheikunde. Ik heb geen flauw idee, terwijl ik er een hoog cijfer voor had, dat wel. Ik heb geen flauw idee. Kan ik nog Grieks vertalen? Nee, mijn oudste kleinste zei, ja, ik vroeg wat vind je nou leuker, Latijn of Grieks? Hij vond Grieks leuker. Ik dacht, Jezus, dat is die toch wel. Ik vond dat een onmogelijk vak, eerlijk gezegd. Ja, terwijl Latijn heb je wel wat aan. Maar Grieks, daar zou ik het... Ja, of je moet zeggen, het is gewoon een breinbreker. Je leert denken, dat is natuurlijk sowieso een beetje het punt van onderwijs. Ja, nou ja, het oude Griekse woord voor school, of de betekenis in het Grieks, is volgens mij vrije tijd. Oh, ja, omdat je natuurlijk toen een heel andere samenleving had. Hè? Ja. U weet wat gymnasium is. Gymnasium is een sportschool waar ze naakt lopen. Ben ik even blij dat dat helemaal in ongebruik is geraakt. Hè? Ja. Ja, misschien is het goed om dat als uitgangspunt ook te nemen en als afsluiting van deze bijdrage. Ja, ik ben tegen naaktloperij. Anders dan mijn zuster, gek genoeg. Oh, hier staat Joke Christiaans. Voor een heleboel studenten is het bakken van een appeltaart onderdeel van hun toekomstige werk. Ja, maar ja, Marielle. Maar dat betekent niet dat je het op school moet leren. Hè? Als je kinderen krijgt, moet je ook af en toe een pleistertje plakken. Maar dat hoef je niet op school te leren. Mag ik je heel hartelijk danken? Zeker, ik vond het leuk om te doen. Dus. Ja. We hebben nog een mooie bos bloemen, die ga ik even pakken. Al mijn vooroordelen heb geëtaleerd eigenlijk. Nou, en u heeft terecht gemeld, terecht, dat is wel een belangrijk punt, dat vrijwel alles wat ik heb gezegd is in strijd met wat het onderwijs in de afgelopen 30, 40 jaar gedacht heeft. Ja, maar laten we daar nou precies u voor gevraagd hebben om de lezing te houden. Oh, dan is om ook goed. Eens even wat verfrissende en tegendraadse ideeën, relativerende ideeën van de werkelijkheid van iedere dag te hebben. Oké. Heel hartelijk dank. Geen dank.